Het was de droom van onze vorsten de hoogvlakte van Koekelberg eerstijds onbewoond om te bouwen tot een koninklijke wijk. Met het oog op de 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land overweegt Leopold II de oprichting van een nationaal heiligdom gewijd aan het Heilig Hart. De eerste opdracht voor de bouw van een basiliek ging in 1904 naar de Leuvense architect Pierre Langrock. De eerste steenlegging vond plaats in 1905 en de funderingen werden gelegd in 1908. De Eerste Wereldoorlog onderbrak de bouw echter. Na heel wat discussie kreeg architect Albert van Huffel in 1920 opdracht een nieuw ontwerp te maken, dat minder duur zou uitvallen dan de eerste. Zijn plannen voor een gebouw in gewapend beton werden goedgekeurd. Op de Exposition des Arts Décoratifs van Parijs in 1925 presenteerde hij een maquette die de grote prijs voor architectuur behaalde. Voor de technische uitvoering deed Van Huffel een beroep op ingenieur Raphaël Verwilligen en de specialist in gewapend beton Gustave Mangel. In 1930 kregen ze versterking van ingenieur-architect Paul Rome. Na het overlijden van Van Huffel in 1935 werd de bouw door Rome voortgezet op basis van de zowat 2500 nagelaten tekeningen. In de noordertoren van de Nationale Basiliek van Koekelberg werd er een glazen lift geïnstalleerd, zoals voorzien op de oorspronkelijke plannen van architect Albert van Huffel. Op een hoogte van 52,80 meter heeft men een prachtig zicht over Brussel en Brabant. Op de eerste verdieping heeft men een mooi overzicht over de kerk. In de kardinaal Daneelsruimte is voortaan in exclusiviteit werk te zien van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Kim Eng-yong. Het is de vijfde grootste kerk ter wereld en is een meesterwerk van Art Deco. Haar totale lengte is 164 meter, de breedte is 108 meter, de hoogte 93 meter. Er werd bij de bouw uitvoerig gebruik gemaakt van geglazuurd terracotta, hetgeen een speciale sfeer tot gevolg geeft. De koepel vertrekt vanaf de vierde galerij op een hoogte van 59 meter en 10. De glasramen zijn er gekomen sinds 1937. Ze zijn meegegroeid met de trage bouw van de basiliek, naarmate de giften van de gelovigen, de christelijke organisaties en de verenigingen volgden. Het orgel van de basiliek is de opvolger van een pneumatisch orgel met 21 registers gelegen op de galerij. Boven het hoogaltaar staat een kalvarie met engelen. De basiliek is een kruisvormig gebouw met het hoofdaltaar als middelpunt. De maquette van de architect op schaal 1/40 staat nog altijd te pronken in de basiliek.
Deze doopvont werd ontworpen door Albert van Hüffel, de architect van de basiliek. De basiliek van Koekelberg heeft 10 straalkapellen. Deze straalkapellen verwijzen naar de 9 Belgische provincies en naar de voormalige kolonie Congo. De basiliek van Koekelberg biedt onderdak aan een uitgebreide collectie van schilderijen en beelden uit het Museum van Moderne Religieuze Kunst van het Bisdom Brugge. Men kan er op de glasramen ook nog een tafereel zien van Johannes Bergmans. Deze kapel is gewijd aan Maria. Het Onze Lieve Vrouwbeeld is van witte steen, 2 meter hoog met een gewicht van 1200 kilogram. In het koor staat een marmeren altaar en een heilig hartbeeld. Links en rechts van het altaar ziet u de 2 symbolen die steeds in een basiliek terug te vinden zijn. Het tintinnabulum en het conopeum. Het bronzen heilig hartbeeld boven het altaar is van de hand van Georges Minne. Aan de rechterkant is er de Sint-Jozefskapel. Het beeld is uit 1 stuk gemaakt en van de hand van Arthur Craco. De glasramen in de apsis hebben de Eucharistie en de aanbidding als onderwerp. In dit gedeelte vinden alle grote nationale en parochiale vieringen plaats. Er is plaats voor ruim 2000 personen. Boven het hoofdaltaar, op het ciborium, ziet u de monumentale expressionistische calvarie, omgeven door 4 engelen, ontworpen door Harry Elström. De opbouw van de koepel bestaat uit een koperbeklede buitenschaal in gewapend beton, die de bedaking vormt, en een in het interieur zichtbare binnenkoepel, eveneens in gewapend beton en gedeeltelijk bekleed met blauwe terracotta. De Sint-Joris bidkapel bevat een altaar uit blauwe inlandse steen. De voor geloofsbeleving nog in gebruik zijnde kapellen bevatten portretten van koning Boudewijn en koningin Fabiola, maar tevens pater Damiaan die in deze kerk zalig verklaard werd. De Nationale Basiliek van het Heilig Hart is een kerk op de grens van Koekelberg en Ganshoorn en verdient zeker eens een bezoekje.